gaan eens kijken naar het verband tussen gelijkvormige figuren en de oppervlakte. We hebben hier een vierkante tegel, ja, van bijvoorbeeld 60 centimeter op 60 centimeter. En dan gaan we eens gaan kijken hoeveel keer, ja, dat daar tegeltjes in kunnen van 30 op 30. Als we het origineel gaan vergelijken met het beeld. Bijvoorbeeld, ik heb hier één rechthoekje. Ja, en ik ga dat rechthoekje vergroten met factor 2. Dat wil dat dus zeggen dat dus de lengte maal 2 wordt gedaan en de breedte maal 2. En als we dan gaan kijken naar de oppervlakte, wel, die figuur, ons origineel, kan daar niet 2 keer in, maar kan daar 4 keer in. Ja, dus de oppervlakte wordt 4 keer zo groot. Gaan we diezelfde figuur vergroten met een factor 3, hè, dus dan krijgen we 3 keer de lengte en 3 keer de hoogte. Dan gaat die figuur daar in totaal 9 keer in kunnen. Ja. We hebben diezelfde figuur gaan we die vergroten met factor 4. Dus 4 keer de lengte, 4 keer de hoogte. Dan gaat die figuur daar dus in totaal 16 keer in kunnen. Dus als we nu het verband gaan bekijken tussen de factor en onze gelijkvormigheidsfactor en de oppervlakte. Ja. Als de gelijkvormigheidsfactor 2 is, dan wordt de oppervlakte 4 keer zo groot. Dus de gelijkvormigheidsfactor 3 die 9 keer zo groot. Gaan we vergroten met factor 4, wordt de oppervlakte 16 keer zo groot. Dus als we daarop verder gaan, is de gelijkvormigheidsfactor 5, gaan we 25 keer vergroten. 6, 36 keer, 10, 100 keer. En dus, het is ondertussen al heel duidelijk, hè, maar het verband is dus kwadratisch. Hè. Dus als onze gelijkvormigheidsfactor k is, dus als de zijde vermenigvuldigd wordt met k, dan zal de oppervlakte vermenigvuldigd worden met k². Dus bij gelijkvormigheidsfactor k wordt de oppervlakte van het beeld k² keer zo groot. Ja? Of die k² zou je ook kunnen omschrijven als de verhouding van de oppervlakte van het beeld ten opzichte van de oppervlakte van het origineel. Met die formule kunnen we telkens een verband leggen tussen de oppervlaktes om op die manier k² te berekenen. En daar kunnen we dan de vierkantswortel van nemen voor onze k of onze gelijkvormigheidsfactor te berekenen.